Vooral bij mannen. Ik weet niet waarom. De meeste vrouwen hebben er geen of minder problemen mee. Maar mannen die gaan een biertje langs de kant staan en gaan vooral niet bewegen. En ik heb het altijd gewoon wel gedaan. En het maakt hem niet uit wat mensen ervan dachten. En het effect is dan, als je dat doet, mannen. Als jij zonder oog voor welke vrouw dan ook, of als je op mannen valt, voor welke man dan ook, gewoon geniet met wat je doet, dan komt niet de berg van Mohammed naar de berg, maar dan komt de berg naar Mohammed. De vrouw komt vanzelf naar je toe. Dus jij doet je best met allemaal meisjes versieren, weet ik veel. Allemaal flauwekul. Ga gewoon in je eentje staan. Gewoon uit de... Ik ga met mijn rug zelfs naar je toe staan. Ik doe gewoon die. En vanzelf... komt... Oh, oh. Hey, dus op een gegeven moment, als je dat mechanisme hebt ontdekt, ga je steeds beter dansen. En dan ga je vanzelf... En dat kan ook gewoon een simpele stapsluit zijn. Je hoeft niet goed te kunnen dansen. Als jij gewoon, ik zou je een demonstratie geven. Gewoon, ik kan niet, stel je voor, je kan niet goed dansen. Kijk, jij, kan je dansen? Nee, ik denk het niet. Maar stel je voor. Dus stel je voor, je staat gewoon op deze. Kijk, dit is één tegel. Je gaat gewoon die ene tegel staan. En je doet voor de rest, doe je alleen maar dit. Ik beweeg niks. En ik weet zeker, aan het eind van de avond sta je niet alleen met een biertje. En dat is wat je uiteindelijk wil. Dus dat is het antwoord op de vraag. Het is denk ik het doen zonder angst. Zonder angst. Zonder angst voor... Want dat is waar we bang voor zijn. Negatieve commentaren. Negatieve consequenties. En negatieve oordelen. Fuck that.